Dit is Steven van Wetenschapschool.nl hier een video over het fotoelektrisch effect. We gaan het in dit filmpje dus hebben over dat fotoelektrisch effect. Albert Einstein liet aan de hand van dit effect zien dat licht bestaat uit kleine deeltjes die fotonen worden genoemd. Dit was in de tijd een grote schok, omdat juist eerder was aangetoond dat licht golfeigenschappen heeft, licht heeft immers een frequentie en een golflengte, dat hebben we eerder gezien. Maar, en hier komt het probleem: deeltjes en golven gedragen zich heel anders. Dus hoe kan dit allebei waar zijn? Hoe kan licht zowel deeltjes- als golfeigenschappen hebben? En in deze afbeelding zien we goed het verschil tussen deeltjes aan de linkerkant en golf aan de rechterkant. We zien hier een plaat met daarin een gaatje en er worden hier deeltjes op afgeschoten. En die deeltjes komen hier aan bij een detector. Nou, zoals je ziet komen alle deeltjes hier aan net achter dat gat. Precies wat we verwachten als je een hele hoop deeltjes, zoals kogels of zoiets, hierop afschiet. In deze afbeelding zien we een golf die we hier van onderaf naar dat scherm sturen. En dan zien we hier dat die golf gaat krommen om dat gat heen. En als gevolg ontstaan cirkelvormige golven die helemaal verspreid over die detector terecht kunnen komen. Deeltjes en golven gedragen zich dus compleet anders. Nou, dan nu over dat fotoelektrisch effect. Als we een foton op een metaalatoom schijnen, dan kan dit foton geabsorbeerd worden door het elektron in dit atoom. In sommige gevallen heeft dat foton genoeg energie om het elektron zelfs uit het metaalatoom te trekken. En in dat geval spreken we van het fotoelektrisch effect. Als we aannemen even dat licht een golf is, en we gaan straks zien dat dat niet altijd het geval is, dan zou de energie van licht moeten afhangen van de intensiteit van het licht, van hoe fel het is. Dus hoe feller het licht is, hoe meer energie die lichtgolf heeft. Nou, als dat zo is, dus als licht een golf is, dan zou dat moeten betekenen dat elke kleur licht een elektron kon laten ontsnappen, mits het licht maar fel genoeg is. Dat zien we in deze onderstaande afbeelding. Stel, ik stuur een rood licht op een stuk metaal af. Nu heeft het een kleine amplitude, dus het is niet zo fel. Hier maken we de amplitude groter en dan heeft het opeens genoeg energie om elektronen uit dat stuk metaal te laten schieten. Dat zien we hier. Hetzelfde geldt dan bijvoorbeeld voor blauw licht: weinig blauw licht heeft weinig energie. Veel blauw licht heeft veel energie en een grote amplitude, en dan schieten dus die elektronen er wel uit. Dit was verwacht als licht een golf is. Maar dat is niet wat we in werkelijkheid zien. Als we dit experiment uitvoeren, dan zien we niet dit, maar iets compleet anders. Nou, daar gaan we nu naar kijken. In werkelijkheid gedraagt licht zich in dit geval als losse deeltjes, als losse fotonen, die onafhankelijk van elkaar geabsorbeerd kunnen worden door die elektronen. Elk foton heeft een vaste energie die afhankelijk is van de kleur. Rood licht, dat zien we hier, heeft bijvoorbeeld wat minder energie dan blauw licht. Nou, en er geldt dat als de energie per foton, dus per individueel foton, groot genoeg is, dan pas treedt het foto effect op. En het maakt in dit geval niet uit of we dat licht feller maken, dus of we de lichtintensiteit verhogen, want dit zorgt alleen maar dat het aantal fotonen toeneemt, terwijl de energie per foton gewoon gelijk blijft. Dus als fotonen een te lage energie hebben, dan zal er geen fotoelektrisch effect optreden, zelfs als we de intensiteit heel hoog maken. Nou, ik denk dat dit weer makkelijker te begrijpen is met een afbeelding. Hier hebben we wat rood licht. Rood licht bestaat uit fotonen met een relatief kleine energie. Stel dat ik één zo'n foton op dat metaal stuur en dat foton blijkt niet genoeg energie te hebben om zo'n elektron uit het metaal te trekken. Nou, dan zien we hier dus geen fotoelektrisch effect. Dan zou je denken, nou misschien als we dan heel veel fotonen erop sturen. Hier zien we er drie, maar je kan er net zo goed duizend fotonen op sturen van die, met die rode kleur. In dat geval geldt nog steeds dat elk individueel foton niet genoeg energie heeft. En als gevolg zien we geen foto-elektrisch effect, ook al maak je de lichtintensiteit van dat rode licht extreem hoog. Nou, nu kijken we naar het blauwe licht, dat heeft een wat hogere energie. En stel even dat voor dit type metaal de energie van zo'n blauw foton genoeg is om dat fotoelektrisch effect plaats te laten vinden, dan geldt het dus al voor één enkel foton. Dus één blauw foton is dan al genoeg om één elektron eruit te schieten. Nou, als we dan de intensiteit van het licht verhogen, dan krijgen we natuurlijk meer elektronen die loskomen omdat er meer fotonen worden geabsorbeerd. En dit is wat we in werkelijkheid meten. Dus we meten dat bij licht met een te lage fotonenergie er nooit fotoelektrisch effect is, zelfs als de intensiteit heel hoog is. En andersom ook, als licht uit fotonen bestaat die elk wel genoeg energie hebben, dan treedt zelfs het fotoelektrisch effect op als we maar een enkel foton sturen. En dit is dus wat we in de werkelijkheid meten. En hier lijkt licht zich dus als deeltjes te gedragen, als individuele fotonen die elk afzonderlijk worden geabsorbeerd. En dan wel of niet genoeg energie hebben. Nou, hoe zit het dan met zo'n foton? In een eerder hoofdstuk hebben we gezien dat de energie van een foton gegeven wordt door E is h keer f, of ook wel E is h keer c gedeeld door lambda. h was hier de constante van Planck, c was hier de lichtsnelheid, f is natuurlijk de frequentie en lambda is de golflengte. Meer over deze formule in het andere hoofdstuk. Bij het fotoelektrisch effect moet een foton in ieder geval genoeg energie hebben, genoeg fotonenergie, om het elektron uit het metaal te trekken. Nou, deze energie, om het elektron uit dat metaal te trekken, wordt de uitree-energie genoemd, e uittre of ook wel de ionisatie-energie. De frequentie die bij deze energie hoort noemen we de grensfrequentie F-grens. Een elektron treedt dus uit als de frequentie groter of gelijk is. Aan die grensfrequentie. Nou, iets soortgelijks kunnen we zeggen over de golflengte, maar de golflengte bevindt zich in deze formule onder de deelstreep, zoals je hier kunt zien. En in dat geval treedt een elektron dus uit als de golflengte kleiner is dan die grensgolflengte. Want hoe lager de golflengte is, hoe groter de fotonenergie. Nou, zowel die uitere energie, de grensfrequentie en de grensgolflengte zijn voor verschillende metalen in bina's op te zoeken. Laten we nu aan de hand van een experiment nog iets nauwkeuriger kijken naar dat fotoelektrisch effect. Met de onderstaande schakeling die we hier zien, kunnen we het fotoelektrisch effect nauwkeuriger bestuderen. Een metalen plaatje genaamd de kathode, die zien we hier, die wordt aangesloten aan de minpool van een spanningsbron. Dat zien we hier gebeuren. En een metalen bolletje genaamd de anode, die zien we daar. Wordt aangesloten aan de pluspol, die zit hier aan de positieve kant van de spanningsbron. In eerste instantie zetten we deze spanningsbron even op 0 volt, zoals je hier kunt zien. Als we licht op dit metalen plaatje schijnen, en dat licht is hier niet afgebeeld, dat moet je er even bij fantaseren, dan komen er elektronen vrij en die zien we hier uit dat metaal komen. Een aantal van deze elektronen die zal per toeval tegen dit bolletje aankomen. Dat zien we bijvoorbeeld dit elektron doen. En op deze manier ontstaat een kleine elektronenstroom die door die ampèremeter gaat lopen. Nou, dit kunnen we bijvoorbeeld weergeven in een U-i diagram met hier de spanning in volt en de stroomsterkte in ampère. Als de spanning hier op 0 volt wordt gezet, dan zien we dat we in situatie A, dit is even situatie A, dat we een klein stroompje hier meten. Nou, laten we nu naar de volgende situatie kijken. We gaan de spanning nu positief maken. Dat zien we nu hier. Deze kant is nu positief en deze kant is negatief. In dat geval worden de losvliegende elektronen naar de anode toegetrokken. Dat zien we hier gebeuren. Die elektronen die negatief zijn, worden nu naar die positieve anode toegetrokken. Er zullen hierdoor meer elektronen bij die amperemeter hier aankomen, waardoor de stroomsterkte toeneemt. Nou, als we de spanning hier blijven verhogen, dan komt er een moment dat alle losgekomen elektronen allemaal hier bij die anode terecht zijn gekomen. En in dat geval wordt de stroomsterkte maximaal. We kunnen de spanning dan wel nog verder verhogen, maar dat heeft geen nut, want alle elektronen zijn al aangekomen. Dus de stroomsterkte gaat dan niet nog meer omhoog. Nou, dat zien we hier weer in het UI-diagram. We zien dat als de spanning hier groter wordt, dan neemt de stroomsterkte toe, maar op een gegeven moment zijn alle elektronen aangekomen en dan blijft de stroomsterkte constant, zelfs als je de spanning verder blijft verhogen. Nou, dan de laatste situatie: we kunnen de spanning ook negatief maken, dan maken we de pluspool hier even negatief en de minpool maken we positief. Nou, in dat geval worden de elektronen juist afgestoten door de anode, dat zien we hier gebeuren. Als we de spanning hier blijven vergroten dan komt er een moment dat er geen enkel elektron meer aankomt bij de anode en we dus niks meten in die stroommeter. De stroom is in dat geval dan 0 ampère, dat zien we hier gebeuren. Als we de spanning hier negatief maken, we zitten hier aan de negatieve as, dan gaat de stroomsterkte afnemen en er komt een moment, dat is moment C hier, dat geen enkel elektron meer aankomt bij die anode. Nou, de spanning waarbij dit voor het eerst gebeurt, waarbij dus geen enkel elektron meer aankomt, noemen we de zogenaamde remspanning, Urem. En dat zien we ook hier in het diagram staan. We gaan deze opstelling gebruiken om de grensfrequentie van verschillende stoffen te bepalen. Laten we even bestuderen hoe dit werkt: de energieomzetting bij het fotoelektrisch effect ziet er als volgt uit. We beginnen met dat foton, dus we hebben wat fotonenergie. Dat wordt in eerste instantie gebruikt om het elektron uit dat metaalatoom te trekken, dat was de uitre-energie. En dan is er misschien nog wat kinetische energie over, waarbij het elektron wegschiet van het metaal. Als het elektron afremt op weg naar die anode, dat hebben we net gezien in die situatie C, dan wordt die kinetische energie van die elektronen die eruit schieten, omgezet in elektrische energie. Het wordt afgeremd door die elektrische energie. We hebben in dat geval dus dat de kinetische energie wordt omgezet in elektrische energie. En in een eerder hoofdstuk dit jaar hebben we gezien dat die elektrische energie wordt gegeven door Q keer U, waarbij Q de lading is in coulomb, en U de spanning in volt. Nou, in dit geval gaat het om elektronen die worden afgeremd, dus dan kan ik die Q ook schrijven als de E, dat is de lading van het elektron. En de spanning wordt in dit geval de spanning die nodig was om die elektronen volledig af te remmen. En dat noemden we de remspanning. Nou laten we nu deze formule uitwerken. E foton werd gegeven door h keer f, waarbij f dan de frequentie was van het licht wat je op het metaal schijnt. Voor de uitree-energie kunnen we dan h keer f-grens gebruiken, de grensfrequentie die hoort bij die uitree-energie. En de kinetische energie dat was, die was gelijk aan deze elektrische energie en dat was E keer Urem. Nou, met deze formule kunnen we onder andere die grensfrequentie bepalen voor verschillende metalen. Je vult hier de frequentie in van het licht. H is gewoon een constante, de constante van Planck. De lading van het elektron is ook gewoon een constante. Urem kan je gewoon meten met de spanningsmeter en dan kan je dus die F-grens bepalen. Iets anders wat hiermee gebeurt is, als je juist F-grenzen hebt, kan je dit experiment ook gebruiken om die constante van Planck juist te bepalen. Dat kan ook nog. Goed, dit was het fotoelektrisch effect. Dank voor het kijken. Ik zie je in het volgende filmpje.